Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelfde Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. In de vorige aflevering hebben we een van de ergste Purple Mission Coins gehad. En hebben we hier ook gelijk eventjes een sterretje mee gepikt. En in deze aflevering heb ik beloofd dat we naar Dreadnought Galaxy zouden gaan. En hopelijk dat we deze Galaxy ook 100% nou in deze aflevering zullen gaan fixen. Ik hoop het! Dus laten we eens gaan kijken wat voor ster dat we hier gaan krijgen. Infiltrating the Dreadnought. Nou, klinkt erg interessant, dus waarom ook niet? Dus, en ja, vandaag is natuurlijk een hele belangrijke dag weer, aangezien vandaag de halve finale worden gespeeld. Nou heb ik eventjes na zitten denken en lijkt het me toch verstandig om toch maar eventjes te gaan dooropnemen. Aangezien dat de kans groot is dat ik natuurlijk weer mijn stem kwijt ben of heel erg teleurgesteld ben in Nederland. We weten het natuurlijk niet. Auw, dat is schokkend. En, ja, daarom ben ik dus zeg maar van mening tot ik dacht bij mijn eigen van ja, misschien is het toch veel beter om gewoon te blijven opnemen. En pas erop, ga je, hè, met je straalfietsbel. Oké, nou. Ik moet zeggen dat ik dit level er ook heel erg mooi uit zien, maar ik ben toch een grotere fan van de... Oh ja, dit zijn de Beatles van de oude klassieke Mario. Ik vind het wel mooi hoe dat ze dat hier hebben gemaakt, hoe dat er hier nou uitziet. Dus dan moeten we verslaan om eventjes die koepel op te bevrijden. Boink. Ik blijf... Hallo. Kom eens. Dank je. Ik blijf toch Toy Dream Galaxy vinden. Ja, ik herinner me de naam nou wel, hè. Gek, hè. Maar ik blijf het toch mijn favoriet vinden. Maar ik vind deze vind ik ook wel een heel mooi design. Nou, hierboven kunnen we een extra Starbits nog eventjes verzamelen. Altijd handig om dat eventjes te doen. En... Ja, dat zit aan leven, maar... Lekker belangrijk. Goed. Ik heb liever een schok en ervaring zo te zien. Dat was heel erg dom. Doe dat niet na als je mee aan het spelen bent. Ja, ik zou wel wat Starbits mee kunnen nemen. Waarom niet? Er zijn er niet echt veel die ik heb, maar... Oké. Open! Ga open. Dank je. Hier kun je dus gesquishified worden. Nou, daar heb ik weinig zin in. Oké. En dan gaan we walljumpen. Dan gaan we hier naar boven toe. En... Oh, ik zie er iets. Ik weet niet, ik vind... Ja, het is toch altijd wel handig om zo'n zekerheid te hebben dat je dan... is dat een secret to everybody? Ik weet niet, is dat een secret to everybody? Ken ik daaruit? Wow! Oké, dat is later pas van toepassing. Oké, nou, snel eventjes die longjump maken, zodat ik hier... Ik heb geen zin om gesquishified te worden. Alles is hier zo high technicaal. Oké, swap de gravity. Swap de gravity. Oh. De gravity kunnen we maar één keer swappen. Oké. Goed. Moet ik hier dan op een walljump of zo? Dat ziet er nog wel een beetje linkersoep uit. Dat maakt niet uit. Ik bedoel, Luigi die heeft dan zeg maar het voordeel dat hij hoger kan springen. Daar zullen we dus ook uitgebreid misbruik van maken. En waarschijnlijk moesten we dan toch die warpipe in. Alleen dat moeten we dan dus zeg maar doen met gravity swap. Dus heel veel gravity puzzels hier. Dat Wat? Oh boy. Oké, ja, auw, dat deed pijn. Oké, nou, we zijn er doorheen. We hebben de puzzel zover mogelijk nog opgelost. En hier moeten we eigenlijk dus zeg maar op dat ding springen, maar daar heb ik... Ja, we moeten op hem springen dan. Ik vind alles best. Heel veel bonbons. En ik weet dat mijn audiocommentaar, dat gaat nou eigenlijk alleen maar over wat we dus aan het zien zijn. En ja... Ik weet heel eerlijk gezegd nou eventjes niet waar ik over moet gaan praten. Ik bedoel... Ja, ik vind het steeds heel erg mooi. En de muziek, ja, die hebben we al vaker gehoord. Dus, hier moeten we allemaal jumpen. Oké. Oké, dit is creepy. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon verder. Oké, eventjes hier een beetje zigzaggen. Misschien dat we wel Starbits kunnen. Ik wil Starbits. Krijg je Starbits? Nee. Waar ben ik? Oh, daar ben ik. Die waren schokkend. Al zou je denken dat er juist eigenlijk voor gravity swaps zijn, dat je dan denkt dat je dan zeg maar ergens een gravity swap in gaat. Nou, daar zit onze ster. Ik dacht altijd bij mijn eigen de eerste keer, en dat dacht ik dus net ook de eerste keer toen ik daardoor geraakt werd. Oké, hier hebben we dus water. We moeten een bom hier naartoe brengen. Duidelijk. Nee, ik dacht altijd eerst in de instantie tot ik, ja, tot die stralen die je dan zag dat dat een gravity swap was. Omdat ja, zo ziet het er eigenlijk wel uit. Maar ja, aan de andere kant, wat zou je dat nodig hebben? Oké. Bullet Bill. Nee, je moet niet jezelf opblazen. Ik heb jou even nodig om een koepel kapot te slaan. Dus Bullet Bill, mag ik even jouw assistentie? Nee, je komt een beetje afstand houden. Een beetje afstand houden. Klein beetje maar. En ik neem je mee. En nou komt het planeetje vol met water. En nou komen die elektrische drones komen er ook nog eens een keer gezellig bij. Maar ja, wat dus wel het voordeel daarvan is...
Je kunt ze dus gebruiken als plateautjes, zoals je dus zeg maar hier ziet. En dat is ook de bedoeling. Dus je wil nog niet echt in het water zitten, je wil echt niet onder hun zitten. Ik denk dat ik de jump wel zou kunnen maken, maar ik ga het risico gewoon niet nemen. Dus, oké, een beetje platforming, kan geen kwaad. En Mega Bowser, serieus. Oké, weet je waar, ik ga gewoon hier die lunge jump maken. Oké, ik heb hem gehaald, ik heb hem gehaald. En nou lopen we hier gewoon doorheen, hè. En we pakken die ster! Oké. Helemaal een voetbal audiocommentaar-achtig iets eigenlijk. We zijn door de verdediging heen gebroken. We hebben het level helemaal gehaald. We hebben de puzzels opgelost. En we lopen door en we hebben de ster! Yeah! Ja. Sorry. Maar goed, we hebben de eerste ster. 5 minuten in de aflevering. Dat valt op zich wel mee. We hebben alleen de 90 sterren. Dus dat gaat alleen maar goed. En natuurlijk hebben we dan nog zeker tijd voor een extra ster. Dus laten we maar weer teruggaan naar die... naar dat level. Waarom nog niet? Oké, nou. Fly to this galaxy. Ik vind echt... hoe dat er ook uitziet als je er naartoe vliegt. Ik vind dat gewoon gaaf. Ik vind het echt een gaaf ontwerp. Oké. Red Nuts Colossal Cannons. Oké, dus nou hebben we dus heel veel met kanonnen te maken. Daar maak ik maar een beetje zorgen over. Oké, waarschijnlijk hebben we dus hier wat platforming te doen. Met bewegende platformpjes, waardoor dat we dus kanonnen moeten ontslaan. Ja, kanonnen. We gaan de kanonnen ontslaan. En dit hier is een throwback van... ja, eigenlijk... Ja, dat moet ik dus niet te vaak gaan doen, want later hebben we dus zeg maar geen safety platform eronder. Maar dit is eigenlijk zeg maar een beetje van Mario 3. Dit was vroeger bij Mario 3 op de NES, had je dan zeg maar dat soort dingen. En ja, daar kon je dan alleen maar op springen, want ja, het was natuurlijk 2D en niet 3D in die tijd. En het grootste nadeel daarbij was eigenlijk... soms er waren die dingen nog een glitchy en dan viel je er gewoon op dwars doorheen of... ja, je was je balans kwijt en... heel veel mini change-ons hier. Change-on mini. Wel leuk dat ze echt die hondenhuisjes en alles hebben. Kijk, hier bedoelde ik het. Hier hebben we dus geen safety onder ons. En als je dan dus zeg maar er vanaf glijdt, dan kom je dus zeg maar in het zwarte gat. Dan heb je dus Spaghetti-O Luigi. En dat is nogal pijnlijk. Dus wat je wilt doen is je wil hier zo voorzichtig mogelijk de schroef draaien. En ik vind het echt leuk dat het terug is gekomen van Mario 3. Want Mario 3 blijft nog altijd mijn favoriete Mario spel. En... ja, ik heb hem al geletsplayed voor de mensen die dat nog niet wisten. Mario 3 is echt mijn favoriete Mario game in 2D dan. In 3D moet ik echt zeggen dat Mario Galaxy 2 mijn favoriet is hier. Twee van die meloten met twee meloenen. Oké, okay, nou. Hoppakee. We hebben hier bonbons. Waarom heb ik hier een... ja, val maar in het zwarte gat. Volgens mij is het nogal dodelijk wat ik hier aan het doen ben. Dodelijke Starbits. Nee. Weg! Waarom pak ik die muntjes? Zoals ik al zei, muntjes zijn hier nogal waardeloos. En omdat er zeg maar heel veel dingen minder waren in Mario Galaxy 1 en gefixt is in Mario Galaxy 2. Zoals, ja, de muntjes die zijn meer waardevol. Player 2 die heeft meer te doen als er een Player 2 is. Dat is allemaal gefixt zeg maar in Mario Galaxy 2. En natuurlijk de komst van Yoshi. Yoshi die had ik eigenlijk al verwacht dat hij hierin zou zitten. Aangezien dat het een hele grote vraag was... naar Super Mario 64 en aangezien dat Yoshi in Super Mario Sunshine zat, tot hij niet terecht was gekomen in ja, Mario Galaxy, dat was voor iedereen toch al een hele teleurstelling. Dus, oh boy. Oké, dat ding dat stort nou neer en ik ben hier helemaal ondersteboven van. Oké. Ever so quietly. Ja, ik denk dat ik de Starbits later ook nog nodig heb voor al die purple coin missies, tot ze wel op de juiste locatie komen en alles. Want dat is allemaal luck based en dan moet je toch een beetje rekening mee houden. Oké, jij explodeert nu door die bommetjes daar. En, hi Twimpy Twomp, hoe gaat hij ermee? Ja, het is eigenlijk een Twomp, maar ik noem hem Twimpy Twomp. Omdat hij miste mij en zijn doel van het leven om mij daar te verpletteren is mislukt. Oh. Tenzij dat ik nou Valor nog een keer tegen moet komen. Maar daar heb ik weinig zin in. Oh, ik dacht dat we naar die bom zouden toe gaan. Dus. Oké, dit is creepy. Ik hou er niet van als het zo via de enkel gaat. Nee. Luigi, stop. Nee, niet die bom raken. Oké, we zijn er weer ondersteboven van. Ik heb liever ondersteboven als zijwaarts. Ik weet niet, ik vind zijwaarts vind ik tien keer niks. En daar zit een bom. Oké, deze keer naar onderen. En dan ga ik hier naar boven toe. En dan zien we... ah, nee. Oh, we zijn nog gelijk terug. Batterij!
Oké, blijkbaar is dit een rechtstreekse checkpoint. My best en... Nee! Waarom heb ik dit level gekozen? Waar? Nee, Luigi! Nee, Luigi! Luigi! Timing is alles. Kijk, die dingen die zijn er echt gewoon instant dead. Daar word je gewoon niet vrolijk van. En natuurlijk hebben we hier ook nog eens een keer een cirkel op Doom. Wat lief. Wat zijn we toch weer vriendelijk. Gelukkig gaat die andere niet meer af. Gelukkig blijft het maar bij eentje. En... Oké, jij blijft wel doorgaan. Daar ben ik minder enthousiast over. Daar zit een ster! Ik heb hem al gehaald! Wat leuk! Gelukkig maar! Echt veel faals op één punt. Ach ja, we hebben er weer eens daarbij. Jeetje. Dat was niet prettig. Daar word ik nou niet bepaald enthousiast van. Nee, ik wil de game niet zeven. Nou, we hebben dus al 2 sterren gehaald. En oh nee. Nee. Nee, dit is de ergste purple coin missie die er bestaat. Oh nee. Nee. Dit is de Purple Comet die zonder fast forward gaat gebeuren. Omdat hier is het zo. Je moet alle muntjes pakken. Je hebt net gezien wat er dus zeg maar daar nodig is. Je moet alle muntjes pakken. 1 faal, 1 muntje missen. En je kunt overnieuw beginnen. Daarom doe ik deze met audiocommentaar in plaats van een fast forward. Want deze is echt een pain in de butthole. Ze zijn zo vriendelijk geweest om je daar zeg maar zo'n mushroom te geven. Maar pak die mushroom. Ja, je kunt hem wel gewoon pakken. Maar word je 1 keer geraakt, mis je 1 muntje. Kun je overnieuw beginnen. Lief hè, van dit spel. Oh, ik haat dit level zo erg. En zeker deze purple coin. Oké, ik ga heel erg goed op de comment letten. Op die stuiterballetjes. En ik ga gewoon focussen. Ik ga gewoon rustig focussen. Geen problemen maken. Lopen goed. Je mag geen munt missen, Luigi. Dus wat je zeker niet wil doen, is je wil zeker niet op nee en boven drukken. Want doe je dat, ja dan ben je dus uit de lijn van de muntjes. En daar wil je dus zeker voor uitkijken. En... Oké, ik val op die. Oké. Concentratie. Heel erg belangrijk hier. Oké, hier moeten we wel heel eventjes uit de lijn. We kunnen hier rustig onze lijn weer volgen. Oké, Nightwamp. En deze die is gemeen. Oké. Die was dus heel erg gemeen, want hij zit er dus zeg maar op die... locatie. Oh nee, dan krijgen we sidewaarts. Nou krijgen we... Nee! Nee, ik weet dit niet! Nee, ik wil dit niet! Nee! Ik haat dit zo erg, dit zijwaarts. Oké, nou ik ben er een stukje verder. Oké. Ik heb tot nu toe nog steeds alle muntjes en ik ben er ondersteboven van. Goed. Nee, maar wat ik dus wil zeggen over die, dat stukje met die Twomp. Die vind ik toch echt een van de gemeenste... batterij! Dat vind ik toch echt een van de gemeenste paarse muntjes die ertussen zit. Nee, niet geraakt worden. Nee. Pak dat muntje, pak dat muntje, pak dat muntje, pak dat muntje. Oké, pak gewoon hier, pak gewoon hier. Pak het! Nee! Oh, hier zijn we weer. Pak een muntje, pak een muntje, pak een muntje, pak de muntjes. Oké. Focus. Controle. Concentratie. 6 hier. Oké, ik heb ze allemaal. Nog 10. 9. 8. Shockwave. Oh nee, dit is heel gemeen. Oh, kom op, stuiter. Oké, ik ben veilig. Zeg me dat dat... Oh, zeg me dat ik er geen gemist heb. Ik zag daar iets. Wat is daar? Oh, de laatste munt zat in de warp dinges. De laatste dingen die zat in de warp dinges. You did it, wow, you really work for it. Ja! Oh, ik hou van de muziek. De stage vind ik mooi. Maar de bubble... Nee. Gewoon nee. Oh, dit is echt de ergste.
Ik weet dat ik noem alle purple coins erg, maar deze purple coins die zijn ook gewoon echt erg. Vergeet niet dat je in je achterhoofd elke keer hebt van als je een moeilijk stukje gehaald hebt en je faalt er zeg maar verderop, dat je dat moeilijk stukje weer overnieuw mag gaan doen. En dat je echt gewoon met zweethanden zit van, nee, ik mag hier nou niet falen, ik mag hier nou niet falen. En dat je dan bijna toch per ongeluk faalt en dat soort dingen en dat is gewoon niet prettig. Geloof mij maar, dat is gewoon echt niet prettig. Oké, nou. Zonder nog één purple coin gelukkig, hebben we hier nog de Revenge op Topman Tribe. Dat doet me denken aan die Mega Man baas van Mega Man 3. Maar ja, maakt niet zoveel uit. Oh, dat beest. Daar hebben we ook een Daredevil en alles gehad. Dus tenminste, dat was volgens mij van dat beest. Maar dat beest moeten we dus nog een keer gaan verslaan. Nou, prima. Ik vind het niet erg. Dat zit hier aan de onderkant. It's a secret to everybody. Tenminste, dat denk ik. Mag ik erin? Nee, ik kom per ongeluk bij de bonusster uit die ik absoluut niet wou doen. Zoals jullie weten, er was een puinlevel waar ik tegen jullie had gezegd. Dat er dus nog een moeilijkere versie was. Dit is die moeilijkere versie. We moeten hier dus bommen gaan gooien precies op die muntjes en we moeten binnen 30 seconden al deze vuilnis opruimen. Dus dit wordt een filmmontage. Dit wordt echt een 100% filmmontage. Oké, nou, ik hoop dat ik die twee daar goed heb liggen. Ik denk het niet, maar... Gewoon daar nog één. En nou moet ik opschieten. Nee. Dit wordt hem niet. Ik heb daar die bovenste twee niet. En volgens mij ontploffen deze ook nog eens een keer te laat. Maar als het goed is... Zal die je niet doodmaken. Dus wat ik ga doen is, het wordt gewoon een filmmontage. En de keer dat ik hem haal, dan laat ik hem gewoon helemaal zien. Dus filmmontage naar deze attempt. Oké, dus we moeten deze wat hoger gooien. Dus die gooi ik echt wat hoger neer. En volgens mij heb ik hem weer misgegooid. Ja, dit wordt hem weer niet. Ah, pui, batterij. Nee, kijk maar. Daar liggen er nog twee. En daar liggen er nog twee. En... Die onderste die ligt daar nog. We moeten echt precies bijna op de muntjes gooien daar. Kijk maar, ik heb weer deze drie niet. En ze moeten dus echt precies daar liggen. Ik kijk maar daar. Die was ook nog niet ontploft. Nee! Weer die twee daar! Ah, die één hieronder! Oh. Ik haat dit. Oh. Zoveel sterren die ik haat. Zoveel. Maar ik heb hem. En ik hoef hem niet meer te doen. Tenzij dat de opname faalt. Daar ga ik niet aan denken. Nee, daar ga ik niet aan denken. Nee. Goed. Nou, naar de oorspronkelijke ster. Ik weet het. Het wordt een langere aflevering. Maar ik wil deze planeet gewoon klaar hebben. Deze galaxy. Planeet. Maakt het uit. Het is in ieder geval een hiddenster. Zoals ik al zei. En hartstikke leuk. 7 game. Nee. Huh. Goed. Waarom wou ik ook alweer dit level zo nodig doen in deze aflevering? Nou ja, als ik het kan, kunnen jullie het ook. Revenge op de Topman, ja, dat weten we ondertussen wel. Dus dit hebben we ook allemaal gezien. Hartstikke leuk. Goed, dus we moeten op zijn hoofd springen, denk ik. Ja, dan komen we bij die warpster uit en dan gaan we dus hier naartoe. En ik heb een beetje rustig door het level heen, omdat anders deze aflevering een beetje aan de te lange kant wordt. En oh, wacht. Oké, kom hier. Ik moet jou tegen die fans aanrammen. Oké, dus één. Waar zit de tweede? Oh, spoink. Daar. Kijk eens, ik heb jou vrijgemaakt. Offer jezelf op. Ja, doe maar een shortcut voor me maken. Offer jezelf op. Ik bedoel, ik heb je gered, zodat je jezelf kon vernietigen. Leuk, hè? Oké, dan hebben we hier.
Ja joh, dan moet jij natuurlijk zeker hier naartoe. Een of andere... Oh nee, we hebben... Oh, ik haat deze dingen zo erg. Oké, we moeten dus Blue Pool Star dingies. Jij kunt dus zeg maar, je moet die Twister dinges, of hoe dat je dat ding ook wil noemen. Die zou je eigenlijk hier naartoe moeten lokken. Maar ja, met Luigi natuurlijk kun je zo makkelijk hier naartoe springen dat het eigenlijk helemaal geen uitdaging meer is. En dat je dat ding nog niet eens nodig hebt. Je kunt dat beest ook hier naartoe lokken. En dan gewoon zeg maar zonder die Pool Stars... Nee, dat kan dus niet. Oké, je hebt geen Pool Stars nodig. Ik heb niks gezegd. Dus laten we ons eigenlijk daar maar gewoon naartoe trekken. En hoppakee, op naar de volgende locatie. Oh, dan krijgen we hier Pool Star Paradise. Wat leuk. Kijk uit voor de kanonnetjes. Zo de ding. Nee. Oké, kom op. Ik heb hem. Oh, er zit daar een... Oké. Weet ik voor de volgende keer. Er zit hier een mushroom. Goed. Nou, zonder gevaar. Dat zou heel fijn zijn. Oké, we moeten dus opletten. Want die dingen, sommige schieten snel, sommige schieten langzaam. En ik moet er echt de tijd dus voor nemen. Ik wou hier eigenlijk een beetje doorheen rushen. Maar nee, het spel dat laat me dat weer niet toe natuurlijk. Zijn we gewend van dit spel? En ik mag weer opnieuw beginnen. Wat lief. Ik haat jou ook snel. Nee. Oké! Op het moment, hè? Op het moment dat ik een pak ga jij schieten, dat is gemeen. Dat is gewoon echt gemeen. Gemeen. Oké, schiet. Nee! Blijf ik hier nou falen? Blijf ik hier nou serieus vastzitten tot het einde der tijden? Pasen of geen Pasen, storm of geen storm? Ja, ik ben in de Efteling geweest. Toen met de voetbalwedstrijd, ik kan jullie vertellen, jongen. Toen ik in de Efteling was geweest. Ja, ik probeer het gewoon nog een keer hoor. Maar toen de voetbalwedstrijd was, zeg maar, Nederland tegen Costa Rica. Toen ben ik dus gaan kijken in de Efteling. En daar was dan, zeg maar, dat. Daar hadden ze dan ook zo'n groot scherm neergehangen en alles. En ja, de Efteling heeft het gewoon echt laten rollen tot 1 uur. Omdat, ja, je kunt moeilijk zeggen tijdens als je zo'n wedstrijd laat zien. Sorry jongens, maar we gesluiten om 12 uur. Dus de wedstrijd wordt ook al even een verlenging. Ja, dat is dan jammer. Dus nee, ik heb daar echt heel de wedstrijd zitten kijken. Hartstikke leuke wedstrijd geweest. Leuk. Het was heel erg spannend, moet ik zeggen. Maar wat dus, zeg maar, het aller. Creepyste was. Ondanks dat er zeg maar niet gescoord werd en dat het penalties was, begon het daar ook nog eens een keer ongeveer rond de tweede helft gigantisch hard te regenen. Dit was niet prettig. En geef mij even een reveal. Dankjewel, wat lief. Hoe kun je die kistjes hier openen? Ik bedoel, er is niet een of andere. Weet je wat? Bekijk het mee, kistjes. Ik ga gewoon lekker eentje. Doe het uit mee, kistjes. Nee, maar het begon dus heel erg hard te regenen en ik stond er alleen maar in mijn oranje kloffie. Hetzelfde oranje kloffie wat je dus zeg maar in die Q&A video hebt toen gezien hoe dat ik... Was dat niet in de Q&A video? Ik weet niet meer precies. Oh nee, de shout-out van de Towler had ik mijn oranje kloffie aan. Maar ja, zo stond ik daar dus en het begon in één keer zo enorm hard te gieten. Ja, en dan word je dus gewoon echt super... Dat is geen pretje, laat ik het zo zeggen. Oké, nou, dan heb je jou één keer geraakt. Nog steeds is deze baas niet uitdagend. Het is nog steeds een makkie. Dan wordt hij een beetje boos. Spring nog een keer gewoon op zijn kop. Want ik heb er lak aan tot hij boos wordt. Ik zeg dat die baas is niet echt moeilijk. Maar echt ja. Als echt uw trouwe supporter. Ik heb daar gewoon in de regen. Ik ben daar gewoon blijven staan samen met mijn broertje. En met penalties. Nou. Laat ik het zo zeggen. Ik kon de spanning bijna niet aan. Echt het. Wow. Dat was echt een van de spannendste momenten ooit. Maar goed, we hebben in ieder geval de baas verslagen. Omdat ja, die baas is nogal makkelijk. Er is nogal een eitje. Dus daarom was die baas niet zo moeilijk. Dus wat ik ga doen is... ik ga jullie bedanken voor het kijken. Heb je een leuk momentje? Purple coins? Nee. Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar de tijd voor hebt, dan kopen jullie natuurlijk te zien morgen in een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. Dat was Zelda Play 20. En tot dan! Doei!